In deze video wil ik het eventjes hebben over het berekenen van het vermogen van een radiator. Het is een onderwerp uh, waar heel veel over wordt gesproken, maar het valt mij op dat er vrij weinig concrete handvatten worden aangeboden. Hoe dat je dat nou goed kunt uitrekenen, want de juiste radiator in de ruimte plaatsen, daar kun je echt uh, ja, in feite je hele leven plezier van hebben. Omgekeerd, als je de verkeerde kiest, ga je er heel veel last van hebben. Um, nou, hoe reken je dat uit? Ik kan allemaal met moeilijke formules aan de gang gaan, maar er is ook gewoon een appje voor. Ik heb hier de Danfoss Installer app uh, voor mijn neus staan. Die kun je gewoon downloaden, gratis. Uh, en in deze app, uh, die eigenlijk is bedoeld voor, het, uh, uh, voor uh, het, het instellen van dynamische en statische regelkranen. Maar daar zit ook een stukje in waarmee de, 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 het vermogen van de radiator in beeld komt. Dat wil ik graag eventjes laten zien, want daar kun je je voordeel mee doen. Ik heb een tweetal radiatoren gekozen die ik als voorbeeld neem. Eentje van 40 hoog en 1,80 meter breed en eentje van 60 hoog en 80 breed. Nou, we gaan hier kiezen voor de knop voorinstelling van de radiator. Hier moeten we kiezen de aanvoertemperatuur. Ik ga eventjes uit van mijn eigen situatie. Ik heb zelf een aanvoertemperatuur van 40 graden en een retourtemperatuur van 30 graden. Het drukverschil weet ik niet. Laat ik eventjes gewoon op één bar staan. En dan kiezen we hier boven voor volgende. Nou, in feite kun je hier willekeurig iets kiezen, want het gaat er namelijk om. We zijn geïnteresseerd in het vermogen van de radiator en dan maakt de kraan in feite niet uit. Dus ik kies hier gewoon willekeurig de eerste. Hier de eerste en dit is dan toevallig wel daadwerkelijk de knop die ik heb. Maar dat is niet waar we naar op zoek zijn. We kiezen weer voor volgende. Nou, hier kun je kiezen, heb je een paneelradiator, heb je een kolomradiator of een, een, een handdoekradiator voor in de badkamer. Nou, in mijn geval gaat het om een paneelradiator en hier kun je de hoogte, de lengte en het type kiezen. Nou, ik kies hier voor een hoogte van 40 en een lengte van 1,80 meter. En in mijn geval is het een type 22. En dan zien wij hieronder dat de warmteafgifte 465 watt is. Uh, uh, voor die radiator met een aanvoertemperatuur van 40 graden en bij type 22. Um, het grappige is, als je nou terug gaat helemaal. Je onthoudt even 465 en je gaat terug. Je kiest hier niet 40 graden, maar je kiest hier 50 graden en een retourtemperatuur van 38. We kiezen hier weer eventjes voor de knop, paneel. En we zeggen hier weer het is een radiator van 40 bij 1,80 meter, 80, type 22. Dan zie je dat er 864 watt aan vermogen uitkomt. En dat geeft dus aan dat het verschil tussen een 40 graden aanvoer en een 50 graden aanvoer is 86%. Dus bij 50 graden straalt die radiator 86% meer vermogen af... En uh, dat is heel goed om te weten. Uh, zeker mensen die bijvoorbeeld over gaan stappen naar een warmtepomp. En een warmtepomp die wil je met een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur hebben. Zeg maar 35 of 40 graden. Um, dan leveren jouw radiatoren dus ook relatief gezien minder vermogen af aan de ruimte. Daarom zeg ik ook altijd: kies een zo groot mogelijke radiator. En ook een zo dik mogelijke radiator. Uh, zodat je bij een lage aanvoertemperatuur nog steeds voldoende uh, uh, vermogen aan de ruimte kunt afgeven. Uh, wat wel leuk is om te zien uh, uh, hier, is trouwens dit, uh, de types. Als je gaat kijken naar een type 10, uh, dan zie je dat het ook minder vermogen is. Zie dan zie je dat er steeds meer, nagelang dat er meer uh, breedte in de radiator op zit. Ik zal er dadelijk wel eventjes op terugkomen. Dan kies ik eventjes een andere radiator, kan ik dat ook even laten zien. Gaan we weer voor de 40-30-configuratie. Dan kiezen we hier voor de andere radiator die ik had. Eentje van 60 bij 80. Ook in dit geval een type 22. En dan zie je dat hier 298 watt uitkomt aan vermogen. Uh, ik zal eventjes laten zien. Uh, dat is interessant. Want dan, uh, er zit eigenlijk een soort van uh, rekenkundige waarheid in. We kiezen hier op het beginscherm voor een aanvoertemperatuur van 60 graden. En een retourtemperatuur van 45 graden. We kiezen hier weer eventjes voor de eerste knop. We gaan voor een paneelradiator. En hier kies ik dus voor de hoogte 40 en de lengte 1,80 meter. En dan zien we dat een type 10, dus dat is één enkele plaat, dat die 389 watt aan vermogen afgeeft. Maak ik hier echter een type 11 van, dus dat is een plaat met één setje lamellen. Dan zie je dat het vermogen al stijgt naar 668 watt. Dat is een stijging van 72%. Dus één setje lamellen zorgt ervoor dat de radiator 72% meer vermogen kan afgeven. Nou, kies je vervolgens voor de 20, nou dan zie je dat scheelt heel weinig in vermogen. Als je van de 11 naar de 20 gaat, dus dan zitten er twee platen in zonder lamellen, dan scheelt dat maar 1%. Ga je van de 20 naar de 21, dan ga je naar de 971 watt. Dan komt daar dus 44% vermogenafgifte bij. Dus door één setje lamellen toe te voegen in een radiator met twee platen, stijgt het afgegeven vermogen met 44%. Nou doe je er nog een setje lamellen bij, dus dan heb je dus een type 22, twee platen, twee setjes lamellen, komt er nog eens een keer 31% bij en stijgt het vermogen van de radiator naar 1275 watt. Nou ga je van de type 22 naar de type 30, dus dat zijn drie platen zonder lamellen, dan daalt het vermogen naar 1028 watt, gaat 19% achteruit. Dus dat geeft ook wel weer aan hoe belangrijk dat die lamellen zijn die in de radiator zitten. En ga je vervolgens van de 30 naar de 33, dan stijgt het vermogen met 76% naar 1813 watt. En dan zou je vanaf de 22, want dat is eigenlijk een veel eerlijkere vergelijking, hè, zou je van de 22 meteen naar de 33 gaan, dan zou het een stijging zijn van 42%. Nogmaals, dit geldt in feite uh, voor alle radiatoren. Hè, dus de types onderling met procentuele verschillen, dat kun je eigenlijk als een soort van ja. Uh, vuistregel nemen. Daarom wordt er ook zo vaak gezegd: pak een radiator zo groot mogelijk en zo dik mogelijk. Hoe meer setjes lamellen, hoe beter. Hoe meer platen, hoe beter. Dat zorgt er namelijk voor dat bij een lage temperatuur je veel meer uh, vermogenafgifte hebt in de ruimte. Dus dan maakt het niet meer uit uh, als de uh, uh, aanvoertemperatuur lager wordt, bijvoorbeeld bij de overstap naar een warmtepomp. Mocht je nou niet de mogelijkheid hebben om de radiator aan te passen en wil je toch met een lagere temperatuur stoken, plaats dan bijvoorbeeld radiatorventilatoren in de radiator die ervoor zorgen dat de warmte alsnog uit de radiator wordt geduwd uh, uh, middels die ventilatoren. Um, dit wou ik eventjes laten zien. Wat verder nog interessant is, uh, dat is met die aanvoertemperaturen, wat we dus net al zagen. Hè? We zagen hier net, uh, we waren begonnen. Met een aanvoertemperatuur van 40 en een retourtemperatuur van 30. Daar begonnen we mee. Hè? Maar stel dat ik hier nou 50 en 38 van maak. Nogmaals, het verschil tussen aanvoer en retour moet je altijd ongeveer 25% aanhouden. Maar als je dus naar 50 graden gaat, dus je gaat de aanvoer 10 graden verhogen. stijgt het afgegeven vermogen met 86%. Dat is heel fors. Uh, ga je hier 60 van maken en de retourtemperatuur 45, dus dan ga je weer 10 graden omhoog met je aanvoer, dan stijgt het vermogen met 48%. Er komt er 48% extra vermogen bij in de radiator. Dus dat is dezelfde radiator. Want je kunt zeggen van ik wil de radiator aanpassen met meerdere lamellen, maar ja, als die radiator er hangt en je bent niet van plan om hem te vervangen, dan kun je dus ook uh, ofwel radiatorventilatoren plaatsen of de aanvoertemperatuur laten stijgen. Nou kiezen we hier bijvoorbeeld voor een aanvoertemperatuur van 70, komt er weer 10 graden bij. En we pakken een retourtemperatuur van 53, dan stijgt de, het afgegeven vermogen met 37%. En kiezen we tot slot voor een 80-60 configuratie. Beetje ouderwets, maar ik laat hem toch graag eventjes zien, 80-60. Dan zou er nog eens 27% vermogen bijkomen ten opzichte van 70 graden. Concreet, als je de radiator pakt van 40 bij 1,80 meter, aanvoertemperatuur van 40 graden, dan zou die 465 watt zijn. Stap je over naar 50 graden, komt er 86% bij, ga je naar 864 watt. Ga je naar 60 graden, komt er 48% bij en ga je naar 1275 watt. Ga je naar 70 graden, komt er nog eens 37% bij. Kom je uit op 1748 watt. En ga je tot slot naar 80 graden aanvoertemperatuur. Komt er nog eens 27% bij. En ga je naar 2216 watt. Het verschil tussen 40 graden aanvoer en 60 graden, of 80 graden aanvoer is 465 watt tegenover 2216. Dat is een heel groot verschil. Met dit soort toeltjes kun je dat dus heel makkelijk inzichtelijk maken. En dan kun je dus ook vooraf. Als je radiatoren gaat aanschaffen, bepalen uh, hoeveel vermogen er bij welke aanvoertemperatuur en bij welk type radiator er uit die radiator komt. En dat kun je dan weer koppelen met uh, 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 staatjes waarmee je bijvoorbeeld de warmtebehoeften van de woning kunt afleiden uit enerzijds het aantal kubieke meters inhoud. Of het aantal vierkante meters vloeroppervlak afgaande op het bouwjaar van het huis. Of het laatste moment waarop dat de woning uh, nog uh, is geüpgrade qua isolatie. Ik heb daar in een eerdere uh, video van mijn aandacht aan besteed. Ik zal er hier eventjes naar linken. Dan zal op een gegeven moment dat uh, onderwerp aan bod komen met tabelletjes. En daar kun je eens naar kijken. Maar met deze app kun je heel makkelijk uh, de, het vermogen van de radiator bepalen. Nou, doe er je voordeel mee. Dank.